deze nieuwe video aan bod stort, is tijd om weer eens actie te voeren. En dat wil dus zeggen dat we naar de winkel gaan, maar we gaan eerst naar de bank. En dan gaan we naar de winkel. Zo, we gaan maar eens vertrekken. Druppelen, weer al. Dus nu elke keer, omdat het op druk is, hè. Zo. Mondkapje. Zo. We zijn helemaal klaar voor om te vertrekken. Deel pakken. Wat we kunnen doen. Dat is een beetje kijken en doen. Wil ik een brood gaan kopen. Kijk. Een brood. Ik denk dat ik een brood ga pakken. Eens even kijken. Brood. Moet een witte brood hebben. Dus, dan heb ik de heel moeilijk om te snijden. Ik moet toch wel de feeling voor hebben. Dat we doen. Oké, dan hebben we wat brood. We gaan nog kaas halen. En dat is alles. Dus die gaan we nu oppakken. Deze. En deze ook. Namelijk. Kunnen we naar de kassa. Ja, naar de kassa.
niet zo druk, dus we zijn weer op het ingesteken. Maar ja, kijken we terug, zoals ze waar het vandaan komt, hè. Zo. Tonnetje eruit halen. Voilà, nog twee karretjes eigenlijk, als dit. Zo, dan gaan we richting huiswaarts. Terug. Zo. Zat zo. Rechtmatig moet ik dat niet dragen. Nee. Wel bij de winkel en zo, maar niet meer in de stationstraat en zo. In het centrum en zo, dus vind ik dat gewoon eigenlijk. Mensen kijken vandaag wel een beetje naar mij in de winkel. We zijn dat wel gewend krijgen dat mensen kijken naar mij. Dat is altijd. Mensen denken van, ja, is dat Polestar, ja of nee? En dan zijn ze echt wel aan het kijken en dan denken ze van, ja, misschien zijn we toch. Of misschien is hij het niet. Dus vind ik altijd grappig. Ook die scholen zijn juist uit, hè. Dus het is druk, hè. De baan. Dus er zijn ook meer mensen die dat al bekijken. Dus we gaan het bewegen. Veel wind dat je kunt horen, hè. Normaal staat altijd de micro erop, samen met de windbescherming. Maar nu niet. Nu heb ik dat niet gedaan. Aangezield. En daar zijn werken. Rijden. Dus. Nu richting huiswaarts. Dus en dan komt het helemaal weer in orde. Dan eten. En dan is de dag weer al bijna op. Oh, het is weer een probleem. Dat is al elke dag geweest. S'avonds is dat droog. Dat is echt raar. S'avonds is dat droog. En dus, nou, is dat nu is dat. Regen. Het is hier weer druk, ze. Een beetje klaar, denk ik. Op zich vind ik het niet erg, maar toch wel altijd. Even aanschuiven. Zeg, de scholen zijn juist uit, dus het is weer van dat. Zeker als het regent. Dat heeft twee keer spits, soms, hè. Dat is hier om 5:30 en om 4:00. Ook spits. Maar nu is het om 12:00, hè. Ongeveer spits, omdat... Ik zeg het, de scholen zijn uit. Daarom is het hier spits. Ik probeer zo ver mogelijk te komen met de fiets.
soms gewoon mee. We staan nog eens voor de lichten. Wie staan er nog eens voor? Tweede keer. Moet wachten. Wanneer het weer groen wordt, hè. Zoals mensen die echt de dingen rijden. Zo, dus dat weet ik niet. Dat doe ik liever in 12 minuten. Goed wat rijden. Ik hoop echt dat bakje snel te passeert en hoef ik niet meer zo kilometers om te lopen. Een beetje haast. Zo. De fiets zat natuurlijk niet vast, dus dat is wel het geval. Zo. Zo. Ja, is